lading die loodrecht op een magnetisch veld beweegt, ondervindt een Lorentzkracht loodrecht op de bewegingsrichting en loodrecht op het veld. Stel dat we hier een schematische weergave hebben. Het is een hoefijzermagneet, een homogeen magnetisch veld daartussen. Stel dat we daar middenin een lading Q ophangen. En we gaan er voor het gemak uit dat het een positieve lading is. En we geven hem een snelheid naar links. In dit geval hebben we dus een bewegingsrichting V, die loodrecht staat op een magnetisch veld. En wordt er dus een Lorentzkracht opgewekt, in dit geval naar ons toe. En van bovenaf ziet dat er zo uit, magnetisch veld naar beneden, bewegingsrichting naar links, en omdat het een positieve lading is, wijst de Lorentzkracht naar beneden. Dus de Lorentzkracht geldt zowel voor stroom als voor lading.